Het regionaal archief Rivierenland heeft een nieuwe website. Sinds 1 januari 2014 zijn de archiefdiensten Streekarchief Bommelerwaard en regionaal archief Rivierenland samengevoegd. Digitaal was de dienstverlening nog geen eenheid. Tot 1 juli moesten bezoekers voor de digitale dienstverlening de bestaande oude websites apart raadplegen. Er is nu een geheel nieuwe website ontwikkeld met behoud van de nuttige functionaliteiten van beide websites. De digitale dienstverlening is een zaak van de grote getallen geworden. In totaal staan nu 3,7 miljoen beschrijvingen online, waarvan al 1,4 miljoen scans gekoppeld zijn. Kan er gezocht worden op 1,3 miljoen persoonsnamen, zijn er 200.000 krantenpagina's doorzoekbaar en staan de eerste 60.000 afbeeldingen in de beeldbank.